Uh, ik ben Patrick Morren, adviseur duurzame leefomgeving bij TAU, En um, ik hou me dagelijks bezig met een deel van de worsteling die ook beschreven wordt in het rapport van het RLI. En dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat we gewoon vandaag gewoon al stappen zetten. Want straks werd de term kansenmanager geïntroduceerd. Nou, die heb ik de vorige keer bij het RLI ook vrij uitgebreid onder een genotje van een hapje en een drankje mogen introduceren. Want ik zie mijzelf ook als een kansenmanager binnen het project. Um, wat ik mooi vond aan het rapport van het RLI is dat het ook echt onderkent dat duurzaamheid centraal zou moeten staan in de afweging. En wat ik het leuk aan vandaag vind, is dat we eigenlijk de bewoner of de mens centraal stellen. En dat vind ik wel een leuke tegenstrijdigheid die ik ook soms in projecten zie. We zijn eigenlijk bezig om de mensen meer centraal te stellen. Maar als we stiekem toch een klein beetje terug zouden willen kijken, ik ben niet van het terugkijken, maar als we een beetje terugkijken, dan zouden we toch moeten beseffen dat eigenlijk de planeet centraal stellen, en laten we die dan eens een naam geven, laten we die dan als, als stakeholder benoemen, als we de planeet centraal stellen, dan is de, misschien de opgave die we voor ons zien wel eigenlijk heel anders dan dat we hem vandaag schetsen. Tuurlijk, we moeten investeren in infrastructuur, hartstikke belangrijk. Ik ben ook bij veel projecten betrokken waar er gezegd wordt dat we moeten investeren. Ik vraag dan soms waarom moeten we investeren. En wat ik merk heel erg in die worsteling, waar ik dagelijks mee te maken heb. Gisteren nog een project, PAS-traject. Dan mocht ik als duurzaamheidsmanager, kansenmanager, ben ik er gevraagd om een rol in te geven. En dan merk ik gewoon dat de constatering, en ik wil hem er even bij pakken. Dus het advies van de RLI was onder andere: duurzaamheid stelt randvoorwaarden aan de investeringsstrategie. Nou, in, in dat project is het precies andersom. De hele budgettering, de hele financiering stelt randvoorwaarden aan de verduurzaamheidsmogelijkheden. Dan probeer ik op dat moment gewoon iets bespreekbaar te maken. Maar het is gewoon niet bespreekbaar. En als dat vandaag nog bestaat, dingen die niet bespreekbaar zijn met als stiekem, hier allemaal weten dat het eigenlijk bespreekbaar zou moeten zijn, dan denk ik dat we daar gewoon een opgave hebben. Dus de toekomst is nu. Ik hoop dat we met z'n allen ook duurzaamheid echt centraal durven stellen. En wat dat dan ook is. He, duurzaamheid zit natuurlijk een hele belangrijke sociale component in. Maar ik hoop dat we ook die planeten stem durven geven. En die mogen misschien ook een mooie vrouwelijke naam geven, want dat doet het goed in een, in een mannenwereld. Dus ik denk dat dat altijd goed werkt. Maar ik hoop dat we die planeet ook een stem geven. En ik hoop dat we daar. Eigenlijk hoop ik ook dat we daar um, gewoon vandaag de dag ook met elkaar echt adaptief durven zijn. Want er werd straks wel een paar keer benoemd van we willen wel veranderen. Maar ik zie dat. Ik zie gewoon in de plek die doen. En nou, het maakt niet uit of dat nou gemeentelijk is. In deze week nog bij een gemeente geweest. Of dat dat nou vanuit het programmaniveau is. We moeten gewoon zoeken naar ook die kansen die er zijn. Straks werd een boom geschetst en dat we focussen moeten op de takken. Ik focus op de appels. En liefste appels die al gevallen zijn, en liefste appels die andere mensen al voorbij gelopen zijn. Want dat zijn de kansen die we vandaag de dag moeten benutten, om eigenlijk onze infrastructuur al gewoon een stukje duurzamer te maken. En daar wil ik eigenlijk jullie aangeven van die kansen zijn er. Ik ben als we even trots mogen zijn op wat we wel doen, en niet te veel kijken naar wat er niet goed gaat. Er zijn gewoon al prachtige projecten. Ik ben zelf bij een aantal projecten betrokken, waar we echt verandering al realiseren, gewoon door het te doen, door gewoon aan de slag te gaan, door gewoon maar iets te proberen. Misschien is het grote gevaar van duurzaamheid wel er hele tijd over praten. Oude in nieuwe zakken. Ik ben tien jaar bezig met duurzaamheid. Ik heb ondertussen vaak uh, dingen voorbij zien komen met kredel te kredel, circulaire economie. Vaak zie ik dat die eigenlijk concurreren om dezelfde aandacht op projecten. We proberen eigenlijk elke keer nieuwe termen in te introduceren, maar de opgave voor vandaag staat. Laten we niet reactief zijn op de duurzaamheidsopgave en iets aan klimaat doen op het moment dat het heel hard regent, op het moment dat we modderstromen krijgen. Een woord wat voor mij in India heel vaak voorkomt, maar in Nederland niet zo vaak. Dan gaan we acteren, maar laten we daar nou gewoon proactief in zijn. Laten we daar gewoon in projecten. Ik doe veel in projecten, misschien ben ik in die zin misschien hier een vreemde eentje erbij. Ik zit veel gewoon in de uitvoering. Ik ben ook vaak kansmanagement, een mooie rol om mezelf te benoemen. Opportunity manager als je het internationaal wil doen. En ik zie gewoon dat er kansen zijn die we kunnen pakken op het gebied van duurzaamheid, kansen die we vandaag kunnen realiseren. En ik hoop dus vandaag ook aan te geven dat we daar hopelijk met elkaar als we teruggaan morgen al iets in kunnen doen. En liefst vandaag laten we het gewoon eigenlijk er alles aan doen vandaag om het morgen netjes beter te maken dan gisteren. En dan denk ik dat we al een, een heel eind zijn. Dat was mijn pleidooi. Hartstikke mooi, dank je wel.